Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een persoonlijk YouTube kanaal kunt aanmaken. Hiervoor heb je wel een Gmail adres nodig. Mocht je die nou nog niet hebben, dan verwijs ik je even naar het vorige filmpje en daar leg ik uit hoe je een Gmail aanmaakt. Op dit moment hebben wij een Gmail account aangemaakt en gaan we inloggen bij YouTube. We gaan naar rechtsbovenin, we klikken op inloggen. Je vult uiteraard even je wachtwoord in. Dan moet ik nog even mijn nummer verifiëren. Vangen wij van Google een verificatiecode. Die vul ik even in. Geverifieerd. We gaan wederom rechtsbovenin naar de icoon. Daar klikken we op. En dan klikken we op het tandwieltje van YouTube instellingen. Daar klik je op en dan zie je hier in het midden je e-mailadres wat verbonden is aan je persoonlijke YouTube kanaal. We gaan nu een kanaal aanmaken. Dan zie je hier Henk de Vries. Je kunt nog later een foto toevoegen. En op het moment dat je op doorgaan klikt, wordt er ook automatisch een G+ aangemaakt bij je persoonlijke YouTube account. Nou, we klikken op doorgaan. En je ziet nu, je persoonlijke YouTube-kanaal is nu aangemaakt onder de naam van Henk de Vries. Ja, later in een andere video gaan we ook het YouTube-kanaal inrichten, instellen en optimaliseren. Maar op dit moment is jouw persoonlijke YouTube-kanaal aangemaakt. We gaan nog een aantal stappen doen om hem verder af te maken. We gaan nogmaals naar het icoon. We klikken op Create a Studio. We gaan naar kanaal, hier links. En dan gaan we het YouTube, het persoonlijke YouTube kanaal gaan we verifiëren. Daar klikken we op. Bel mij met een automatisch telefoontje of stuur mij een verificatiecode via sms. Nou, in dit geval kiezen we eerst voor een automatisch telefoontje. Op dit moment hebben we het telefoonnummer ingevuld. We vragen voor een automatische telefonische verificatie. Dan wordt nu de verificatiecode doorgebeld. Zo, gefeliciteerd, je YouTube-kanaal is geverifieerd en je persoonlijke YouTube-kanaal is nu aangemaakt. We klikken op doorgaan. En nou zie je dat je persoonlijke YouTube-kanaal is geverifieerd. Er zijn een aantal andere stappen die je nu al kunt inschakelen, bijvoorbeeld inkomsten genereren. Dus stel dat jouw YouTube-kanaal heel veel bezoekers, heel veel views krijgt, dan kun je daar ook geld mee verdienen. Dus die schakelen we even in. Mijn account inschakelen. Je gaat akkoord met de voorwaarden. Ik ga akkoord. En nu is je persoonlijke YouTube-kanaal eigenlijk al aangemaakt. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een persoonlijk YouTube-kanaal kunt aanmaken? Stel je vraag even hieronder en ik ga jouw vraag direct beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je even op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken en ik zie jou bij de volgende video. Doe je heel eenvoudig. Je persoonlijke YouTube-kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube. Bekijk gelijk mijn andere video, een Gmail-account aanmaken. Of deel 3, een persoonlijk YouTube-kanaal inrichten. Of deel 4, je persoonlijke YouTube-kanaal optimaliseren.